Goedendag, dames en heren. Welkom bij alweer een aflevering. Bordevol met nieuws van bij ons. Ook van mijn twegen, een goedendag. De kampioenen, de kampioenen, wij zijn de beste van het land. De kampioenen, de kampioenen, 1-0, 2-0, 3-0, 4-0, kampioen zijn het plezant. Hey! Tot gaar, ja! Man, man, man! Miserie, miserie, miserie! O, gaar met mijn 7 zieke kindjes! Pascalke, een dagschotel AUB! Pascalke, een dagschotel alstublieft! De kampioenen, de kampioenen, wij zijn de beste van het land. De kampioenen, de kampioenen, 1-0, 2-0, 3-0, 4-0, kampioen zijn het plezant. Hey! Tot gaan, ja! Man, 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 miserie, miserie! O, garme, mijn 7 zieke kindjes! Pascalke, een dagschotel alsjeblieft! Mm-hmm.
Ik ben Balthazar Boma van vleesindustrie. Met mijn saucissen. Oh, wat een schoon marchandise heb jij. Ja, bij DDT OK Cars, de beste garage van het land. Ja, hier Mark Vertongen bij Radio Hallo, live. Gaan we vanavond naar de disco, niet naar de McQueen, want dat is een risico. Nee, we gaan naar FC de Kampioenen kijken, want dat is een fisco. Despacito, gaan we vanavond naar de disco,
Niet naar de McQueen, want dat is een risico. Nee, we gaan naar FC de Kampioenen kijken, want dat is een Cisco. Despacito, ga je niet met ons mee naar de disco? Niet naar de McQueen, want dat is een risico. Nee, we gaan naar FC de Kampioenen kijken, want dat is een Cisco. Despacito, nee, ik ga niet mee naar de disco. Niet naar de McQueen, want dat is een risico. Nee, ik ga niet mee naar dat Cisco. Despacito, ik moet nog even naar de Brico. En kijk hem naar die van de Kampioenen Pico. Nee, ik kom niet mee naar de disco. Nee, ik kom niet mee naar dat Cisco. Despacito, jij kan toch ook nog een andere keer naar de Brico. En kijken naar die van Kampioenen Pico. Kampioenen, dat is toch herhaling en naar lang gedaan. Jij moet met ons mee feesten gaan. Despacito, ik ga wel een andere keer naar de Brico. Maar waarom gaan we feesten in de disco? We kunnen toch samen kijken naar FC de Kampioenen, dat is toch ook een Cisco? We kunnen toch samen kijken naar FC de Kampioenen, dat is toch ook een Cisco? Despacito, ik moet even naar de nachtwinkel, ik kom terug subito. Dan kom ik met jullie mee naar dat Cisco. Despacito. Willy? Ja, Mariette? Onze Willy's en Mariette aflevering en onze personages die daarin gespeeld werden op tv. En al deze acts die momenteel al op YouTube online staan en zo. Die zijn toch tijdloos, hè? Ik denk het wel, Mariette. Waarom vraag je dat? Wel, Willy. Omdat ik het spijtig vind dat als ze tijdloos zijn, dat ze dan niet meer op tv getoond worden. En Willy? Ja, Mariette? Zouden ze nu ook gaan kijken naar onze afleveringen? Of de humor die daarin gebruikt wordt? Nog in deze tijd past? En of er misschien dingen geschrapt moeten worden? En al onze acts die online staan? Sinds dat de groep van Willy en Mariette op Facebook bestaat, passen die dan ook wel in deze tijd met de humor die daarin gebruikt wordt, Willy? Ik weet het niet, Mariette. Ja, maar Willy. Onze humor passen misschien wel in de tijd toen onze afleveringen nog op tv kwamen. Maar past onze humor nu nog wel in deze tijd? Straks worden wij ook nog geschrapt. Maar nee, Mariette. Maak je maar geen zorgen. Weet je wat ik ook spijtig vind, Willy? Nee, Mariette, vertel het mij eens. Ah, wel, Willy. Het zijn de Kampioenen. En die personages bestaan nu al 30 jaar, hè? En nog niet zo lang geleden werd er gezegd dat dit tijdloos was. Maar nu zie ik plots dat dit toch niet helemaal tijdloos is. Omdat VRT afleveringen geschrapt heeft. VRT heeft dus afleveringen geschrapt. En dat vind ik zo spijtig, Willy. En Simon, de schijnmaker, heeft een petitie gestart. Op TikTok, denk ik.
om deze afleveringen terug online te halen. En daarin steun ik hem helemaal. En alles wat hij daarover zegt, op de radio en zo. En dit is waarom, Willy. Willen van onze kijkers en luisteraars, thuis, denk ik, zijn opgegroeid met FC De Kampioenen. Kijkers en luisteraars thuis, Marjetje hier, hè? Klopt dat inderdaad dat jullie allemaal zijn opgegroeid met FC De Kampioenen? Ja? Nee? U wel? U niet? Macho Man bijvoorbeeld is nu 33 jaar en is opgegroeid met FC De Kampioenen. Hij heeft zelfs al eens een keer meegespeeld als acteur in een toneelstuk bij een toneelgroep onder ons uit Bilzen. Dat toneelstuk heette FC De Grasgroene Grieten en is geïnspireerd op FC De Kampioenen. Ook herinner ik mij een toneelstuk van een toneelgroep uit Zalmeer die geïnspireerd werd op FC De Kampioenen. En zo bleven voor velen, denk ik, 30 jaar lang FC De Kampioenen een grote inspiratiebron. Een soort entertainment dat mensen voor de kijkbuis bracht om eens goed te lachen met de humor die toen gemaakt werd. Als er een serie is die zo lang liep voor de humor, dan is het wel FC De Kampioenen. Dat was de tijd toen iedereen nog gezellig voor de kijkbuis zat. Series zoals De Kampioenen, daarvan kunnen de seriemakers van nu nog veel leren. FC De Kampioenen is zo bekend geworden, juist omdat ieder personage zijn unieke kenmerkend karakter had. Boma bijvoorbeeld. Vrouwenzot ging altijd naar de poesiekat. Is voorzitter van de voetbal. En is ook baas van zijn sausissenfabriek. DDT bijvoorbeeld. Is garagebaas. Maar liep ook altijd rond in een overal die mechaniekers altijd aandoen. Markske bijvoorbeeld, met zijn humor, die enkel en alleen Markske kon hebben. En die hem dus ook kenmerkte. Paul bijvoorbeeld, de schoolmeester, zoals de schoolmeesters van toen waren. Fernand bijvoorbeeld, de voddenmarschal. Pascal, de cafébazin. Dan had je ook nog Doortje en Bieke. Een van de twee was de dochter van Pascal en een van de twee was een soort van tante Nonneke. Dan heb je ook nog Xavier, de soldaat, maar ook keeper bij FC De Kampioenen, met zijn dagschotel. Die hij iedere keer bestelde bij Pascalke. De dagschotel die bijna altijd terugkomt
In alle afleveringen van FC De Kampioenen. En dan ook dus zijn karakter en de afleveringen typeerde. En dan heb je ook nog Carmen. Carmen Waterslagers. De vrouw van Xavier. Met haar eigen personage. En haar eigen kenmerkende typetje. Allemaal waren deze personages op elkaar ingespeeld. Alle puzzelstukjes vormden een puzzel. En dat maakte het altijd zo leuk om naar FC De Kampioenen te kijken. Als grote fan van FC De Kampioenen vind ik het dan ook schandalig dat VRT afleveringen heeft geschrapt. Het is dan ook zo spijtig dat deze humor, die toen wel probleemloos kon en mocht, nu niet meer probleemloos in deze tijd kan en mag. Inspecteur Chapeau hier, William Mariette. Dus, ik noteer. Jullie zeggen dat 30 jaar lang de humor van FC De Kampioenen tijdloos was en probleemloos getoond kon worden. En nu plots niet meer tijdloos en probleemloos is. Omdat er nu plots afleveringen door de VRT geschrapt werden. En de humor van toen blijkbaar nu niet meer in deze tijd past. Vreemd. Zeer vreemd. Mysterieus. Zeer mysterieus. Dit vraagt om verder onderzoek. Politie Zaffelaren. Kunnen jullie mij bij dit onderzoek helpen? Heel graag, inspecteur Chapeau. Maar wij van politie Zaffelaren zijn momenteel zelf nog druk bezig met een onderzoek. We hebben bijvoorbeeld die flauwe plezante nog niet kunnen oppakken. Oei, onze humor paste wel in de tijd toen onze afleveringen nog op tv kwamen. Maar past deze humor nog wel in deze tijd? Straks worden wij ook geschrapt. Politie Zaffelaren, hoort u mij? Politie Zaffelaren luistert. Boop! Hey, zeg, flauwe plezante. Ga eens ergens anders met je toeter spelen. Ho, ho, stop. Ga maar ergens anders met je toeter spelen. Zie je niet dat wij van politie Zaffelaren hier druk aan het werk zijn? Hey zeg, kijkers en luisteraars, thuis. Sorry dat ik stoor, hè? Flauwe plezante. Hier, hè? Mijn humor paste in die tijd, toen onze afleveringen nog op tv kwamen. Maar past mijn humor nog wel in deze tijd? Straks word ik, de flauwe plezante, ook geschrapt. Heer politie Zaffelaren opnieuw. Wij hebben bijvoorbeeld ook nog niet de bende van Arsene kunnen oppakken. Wij zijn de bende van Arsene. En we gaan ze eens een juf op een muil geven. Oei, beste kijkers en luisteraars, thuis. Sorry dat wij storen. De bende van Arsene hier, hè. Onze humor paste wel in de tijd toen onze afleveringen ook nog op tv kwamen. Maar past onze humor nog wel in deze tijd?
Straks worden wij ook geschrapt. Kom. Ga maar naar de boksclub. Daar kunnen jullie boksen zoveel jullie willen. Maar laat ons verder werken, AUB. Lindsay! Moest je nu weer op het brandalarm drukken, ja? Nu moet de brandweer komen. Lindsay! Inspecteur Chapeau hier opnieuw. We zullen eens horen bij de buurvrouw of zij ons kan verder helpen met dit onderzoek. Die van hier naast, hè? Die nemen alleen maar drugs. Maar niet mijn kleine hoor. Nee, die doet zoiets niet. Nee. En dat is vandaag. Vandaag komt meneer Denelje op bezoek. Oei, kijkers en luisteraars thuis. Sorry dat ik stoor, hè? De buurvrouw hier, hè? Mijn humor paste misschien wel in de tijd toen onze afleveringen nog op tv kwamen. Maar past mijn humor nog wel in deze tijd? Straks word ik ook geschrapt. Vrees niet, aardlingen. Vrees niet, aardlingen. Ik ben het, meneer Denelje. En in ruil voor Orval met Toosjes met Zalm kom ik jullie helpen met dit onderzoek. Wat moeten jullie weten? Orval en Toosjes met Zalm. Dat lust een alien al een keer, Gere. Maar daarna moet ik helaas terug naar mijn planeet. Tot ziens, Willy en Mariette. Tot ziens, meneer Denelje. Maar voordat ik naar huis ga, kijkers en luisteraars,
Thuis. Sorry dat ik stoor, hè. Maar mijn humor paste misschien wel toen onze afleveringen nog op tv kwamen. Maar past mijn humor nog wel in deze tijd? Straks word ik ook nog geschrapt. Nu ga ik terug naar mijn planeet. Tot ziens, William en Mariette. Inspecteur Chapeau hier. We zullen iets horen bij Saskia en Bjorn. En de DJ die op hun trouwfeest draaide. Of zij ons verder kunnen helpen met dit onderzoek. Oei, kijkers en luisteraars. Kijkers en luisteraars thuis. Sorry dat we storen, hè? Saskia en Bjorn. En de DJ die op ons trouwfeest draaide hier, hè? Onze humor paste misschien wel in de tijd toen onze afleveringen nog op tv kwamen. Maar past onze humor nog wel in deze tijd? Straks worden wij ook geschrapt. Inspecteur Chapeau hier. Zo zien jullie maar, beste kijkers en luisteraars. Ik denk dat Willy en Mariette en hun vrienden zich geen zorgen moeten maken dat zij geschrapt worden. Nee. Een feit is wel dit. We leven in onzekere tijden, waarin niets nog zeker is. En waarbij de humor van toen helaas niet meer de humor van deze tijd is. En dat is zo spijtig. Dat de humor die toen tijdloos was, nu helemaal niet meer tijdloos is. Humor, zoals bij de afleveringen van Willy en Mariette. En zoals bij de afleveringen van FC de Kampioenen. Werd toch gemaakt met als doel mensen entertainen. Mensen aan het lachen brengen. Of heb ik het nu verkeerd? Maar zwart, ik rond dit onderzoek af. Omdat ik zo 1, 2, 3 geen oplossing vond op het probleem. Uiteraard hoop ik dat de VRT de aflevering van FC de Kampioenen terug van een schraplijst afhaalt. En dat er misschien ook nog, stiekem hoop ik ook nog op nieuwe afleveringen van FC de Kampioenen. Want ik ben grote fan
van FC De Kampioenen. Maar ik blijf in afwachtende modus hiervoor. Ja, Marietje, nu dat al onze vrienden aan het woord kwamen en inspecteur Chapeau dit onderzoek heeft afgerond, denk ik dat het alweer tijd wordt om afscheid te nemen van onze kijkers en luisteraars thuis. Oh, Willy, dat spijtig! Ja, Marietje, dat is waar. Maar ik hoop dat iedereen van deze act heeft genoten. En uiteraard hoop ik ook dat iedereen blijft kijken naar onze nieuwe acts die online komen. Tot ziens!